Welkom bij de herfstuitzending van SMEK. Smullen met eerlijke kost. Vandaag heb ik een drietal tafelgasten. De eerste gast is Tine Strikkers. Zij is coördinator en karttrekker van het SDG Ontdeklab Meijerijstad. Ik heb ook nog twee leerlingen van het Elde College, Tijn Leus en Zoe Klaassen. Zij hebben vorig jaar de ondernemersklas gevolgd. Natuurlijk hebben we ook een kok in ons midden, want daar gaat het programma natuurlijk ook over. En dat is vandaag Hilma van Roosendaal, culinair herborist. Zij kookt heerlijk en eerlijk. Hilma, wat gaan we vandaag eten? We gaan vandaag een caponata maken. Dat is een schotel, een vegetarische schotel, met aubergine, courgette, tomaten. En er zitten ook peulvruchten bij voor de eiwitten. Dat is wat we als hoofdschotel gaan maken. Oké. Tine, jij bent de coördinator en de karttrekker van het SDG Ontdeklab, Meijerijstad. Wat eigenlijk een ontdeklab? Nou, wij zijn in 2017 begonnen met Ontdeklab, omdat wij graag wilden dat ICT, wetenschap, techniek meer aandacht kreeg op de scholen. En dan is het juist goed om kinderen niet in de eigen klas te laten, maar even naar een andere situatie, een andere locatie te krijgen. Om ze daar een beetje te triggeren van de omgeving. Wat zien ze, wat horen ze? En toen hebben we de mogelijkheid gekregen om bij Neofito daar een ontdeklab te maken. En dan zie je dat kinderen al aankomen en rondkijken van, hé, wat kunnen we hier allemaal doen en wat mogen we allemaal doen? Het is altijd net iets ruimer, iets groter dan in een eigen klas waar het helemaal vol staat. We willen zorgen dat kinderen vanaf zeg maar groep 1 leren dat ze allemaal een klein steentje bij kunnen dragen aan een duurzame wereld. Kun je dan echt een concreet voorbeeld geven van wat jullie in een klas doen? Ja, nou het is zo, we hebben dit afgelopen jaar hebben we natuurlijk vanwege de corona weinig activiteiten gehad. Maar we hebben wel SDG-tours opgezet. Een SDG-tour wil zeggen, we hebben in de leerlijn van wereldoriëntatie, cultuur en kunst en techniek en wetenschap. Dat hebben we allemaal gecombineerd. Het is gewoon een soort methode geworden met allerlei thema's. Van groep 1 tot en met 8. Dan hebben we een thema gepakt. Dan kijken we welke SDG-doelen passen daarbij. Dan zijn we bedrijven en organisaties gaan benaderen. En gezegd van, nou, jullie doen iets aan duurzaamheid. Wij willen de kinderen iets meegeven. Kinderen fietsen elke dag bijvoorbeeld langs Arend. En ze weten bij God niet wat er hier binnen gebeurt. Maar kunnen we dan samen een activiteit ontwikkelen. Dat de kinderen zien wat jullie doen. Waarom het zo belangrijk is. Wat jullie de kinderen misschien kunnen triggeren dat ze dadelijk zeggen, we zijn naar groep 8, we gaan kiezen. Van dat is mooi wat ik gezien heb, dus daar ga ik misschien wel mee verder. Ja. En daar gaan we een activiteit mee doen. En het kan zijn dat de kinderen dus eerst in de klas het thema aangekaart krijgen. Dan kan het zijn dat we naar het ontdeklab gaan, dat ze daar van een bedrijf iemand is die allerlei dingen laat meemaken, knutselen. Dan kan het zijn dat ze weer terug in de klas gaan verder met het thema uitwerken. Of gewoon de informatie, want er moet natuurlijk ook informatie komen. Dat ze weer een rondleiding krijgen in het bedrijf. Of dat ze zelf weer aan de slag gaan, dat ze nieuwe ideeën gaan ontwerpen. Dus het is een combinatie van. Jullie hadden ook, zag ik ergens, door de juiste kennis en betrokkenheid. En ik was heel benieuwd, wat bedoel je nou met betrokkenheid? Nou, je merkt gewoon dat kinderen als ze zelf meer mogen doen en zelf zijn ze van nature nieuwsgierig. En je zet bijvoorbeeld een uitleenkist neer of een materiaal van een bedrijf of een organisatie. En willen kinderen, die gaan niet een handleiding leren, die gaan van alles vriemelen frutten en kijken en wat kan ik hiermee, wat kan ik daarmee en waarvoor gebruiken jullie dat. Dus de nieuwsgierigheid ga je steeds meer stimuleren. Daardoor zijn ze zelf meer betrokken. Dan heb je een soort intrinsieke motivatie. En willen ze steeds meer weten. En ze blijven doorgaan. Want nou, dit is nog niet helemaal goed. Dit is geen goed prototype. Ik wil nog eens even bijschaven. En dan gaan ze naar het bedrijf waar ze zijn. Dus dan gaan ze dat doorvragen. En dan merk je ook dat ze gewoon eigenlijk niet te stoppen zijn. En dat is het mooie ervan. Hoe heeft jou dat zelf beïnvloed de afgelopen jaren? Nou, ik ben al iemand die van nature al van jongs af aan heel erg met de natuur bezig bent geweest. En ook duurzaam bezig ben. Dus ik bedoel, het is voor mij eigenlijk nou een feestje dat ik als een soort SDG-ambassadeur, alles wat ik al jaren heb willen doen, dat ik het nu ook echt in het onderwijs, dat iedereen er ook achter staat, dat we er samen met, want het is, ik ben het niet alleen. Hè. Er zijn heel veel mensen en alle leerkrachten en directeuren, de studenten van de Avans, van de ROC's, die we hebben van de Fontes, ja, die
helpen allemaal mee om dit doel te bereiken. Dus, dan ben ik toch nog een beetje nieuwsgierig naar van hoe duurzaam of hoe fairtrade ben je dan? Ja, nou, gewoon eerlijke producten kopen. We hebben een elektrische auto, we hebben zonnepanelen, we hebben vloerisolaties. Vloerisolatie, dus veel planten, weinig tegels in de tuin. Dus ja, je moet zelf ook iets doen en ook voorbeelden stellen. Want alles wat je zelf doet en ervaart, kun je toch anders overbrengen dat je het uit een boekje of uit een papiertje voorleest. Ja, dan draag je het uit vanuit je hart. Ja. Je hebt het nu over primair onderwijs. We hebben natuurlijk twee gasten, Tijn en Zoe van het Eldercollege, dus het middelbaar onderwijs. Ja. Dat is ook tegen het voortgezet onderwijs. Als jullie dit horen, hoe zien jullie dit op het voortgezet onderwijs? Nou, ik vind het best wel interessant om sowieso veel over te horen. Jullie stimuleren jongeren en zo willen wij ook onze vriendengroep, zeg maar, en onze mensen stimuleren om ook gewoon zo beter te doen en zo. En hebben jullie misschien ideeën voor waar zou je zelf misschien nog iets over willen ontdekken? Over hoe alles nou veranderd is, bijvoorbeeld auto's die elektrisch gaan en vliegtuigen, sommigen dan. En ja, boten zag ik vandaag toevallig ook eens voorbij komen. Ja, het is ook goed dat je kinderen leert van het lijken allemaal toekomstdromen. Want een elektrisch vliegtuig, wie had daar gedacht? Maar dat ze wel moeten blijven denken en hun dromen moeten proberen te verwezen. Dat is het allerbelangrijkste, want dat ga je ook zelf onderzoeken natuurlijk. Ja, fijn. Ik zie een heel bevlogen mens tegenover me zitten. Ja. Fijn, dat is hartstikke hard nodig. Ja. En ook zo in de toekomst met het eten. Wat zie je nou ook mee bezig zijn met vegetarisch bezig zijn? Want heel die vleesindustrie en die visindustrie. Ja. Ja. En daar scheelt ook heel veel. En eerlijke producten kopen. Gewoon echt niet gewone kosten. Ja. Je koopt gewoon fairtrade. En gewoon nog van andere site. Er zijn zoveel goede producten. En dan denk en je helpt er anderen mee. Ook al zie je dat hier niet. Maar je weet in je achterhoofd. Het is een eerlijk product. Ja, en dan kom je ook natuurlijk bij de kledingindustrie. Ja. Waar jullie je iets meer in verdiept hebben. Want daar is natuurlijk ook heel veel winst nog te behalen. En dat is ook eerlijke kleding. Ja, dat is bij ons vooral. Bij ons heb je de lonen en werktijden. Die zijn heel... Ja, eerlijk vooral. Hi. Hoi. Tijn. Ja. En Zoe. Ja. Heb je een beetje ervaring in de keuken? Klein beetje. Ja, een klein beetje. Ja, jullie helpen wel eens ooit met koken. Heel soms. Wel eens ooit. Zelf lesjes thuis van moeders en vaders. Dus. Ook vegetarisch? Want we gaan vanavond een vegetarische schotel maken. Ook soms. Ook wel, soms. Oké. We gaan zo meteen van alles snijden. En ik heb hier al wat klaar liggen. Daar heb ik al zout op gedaan. En dan mag dat direct even af, dat zout. Ja. Wil jij dat doen? Alsjeblieft. En hier heb ik de... Dat is een hele courgette. Ja. Die heb ik al een beetje voorgesneden, maar die mag klein gesneden worden. We doen even flink wat olie in de pan. Nou, dan gaan de eieren die gaan erin. Als je de knoflook meteen met de eieren doet, dan heb je kans dat de knoflook aanbrandt. En dat is niet zo lekker. Dat geeft meteen een hele... Ja, een hele scherpe smaak, zeg maar. Dus dit laten we heel even doen. Zo meteen gaat de knoflook erbij. Dan de courgette. Met een snufje peper, want die is echt heet. Dus die moeten we niet te veel erbij doen. Pak even de lepeltje zo meteen. En dan laten we daar even aanbraden. Ziet er heel goed uit. Ja. Het wordt een hele grote, lekkere schotel. Ja. En linzen, dat is eigenlijk een peulvrucht, dat is een eiwitvervanger. Dus die kun je eten in plaats van vlees. Kijk, want die linzen hebben wel water nodig, want die moeten een beetje opzwellen. De tomaten moeten nog lekker gaar worden. Kunnen deze er meteen bij? Ja, die mogen er meteen bij. En dan goed doorroeren. Kijk, zo'n goede hulpjes, hè? Jullie
hebben dit jaar deelgenomen aan, of afgelopen schooljaar deelgenomen aan de ondernemersklas. Dat klopt. En een ondernemersklas, wat is dat nou eigenlijk? Dus ik zat toen zelf op VMBO, maar ze mochten zelf kiezen wat we wilden. En met die klas maak je eigenlijk je profielwerkstuk ook. Yeah. En in die klas gaan we dan bijvoorbeeld naar bedrijven toe en kijken van hoe is dat nou zo'n bedrijf runnen. En dan leer je een beetje hoe je een bedrijf opzet. En ook voor later als ze het zelf nog willen doen, want we waren met 10 leerlingen van HAVO 4. Mm-hmm. Die hebben een mail gestuurd naar 2 leraren bij ons die het hebben opgezet. En we kijken gewoon waar we tegenaan lopen. En als je later een eigen bedrijf wilt, dan leer je daar al beter mee omgaan, omdat je nu misschien al hebt gezien van, oh, zo kan ik het aanpakken. Zo leren wij dat eigenlijk in deze afgelopen klas, was het, afgelopen jaar, hebben we er eigenlijk best wel veel van geleerd. Want wat hebben jullie gedaan? Aan het begin van het jaar kregen we vooral de uitleg over hoe je nou een bedrijf opstart, of je snel wilt beginnen, of gewoon op een lange manier. Je maakt een bedrijfsplan, je eigen verhaal. En ook een beetje verschillende manieren van een bedrijf opzetten. Ja. En dat werd dan door 2 mensen van Deloitte uitgelegd. Mm-hmm. Dus dat was heel leuk geregeld door onze docenten, dat daar 2 mensen stonden die het eigenlijk voor hun werk deden en die het heel leuk vonden om ons te helpen. Ja. En echt uitleg gaven hoe we dat deden met PowerPoints en alles en ook overal mee wilden helpen. En wat is jullie product geworden? Uiteindelijk zijn die shirtjes eruit gekomen die we echt zijn verkopen. Nog even iets vragen, waarom hebben jullie voor kleding gekozen? Want ondernemen kun je natuurlijk op heel veel manieren. Waarom hebben jullie voor kleding gekozen? We hebben echt heel lang gezeten met echt bedenken van wat willen we nou eigenlijk. En we waren ook nog niet begonnen met duurzaam. Maar we hadden eerst echt hele aparte ideeën. En uiteindelijk toen... Noem eens iets. Iets van... aanzichtkaarten of van die pilletjes die oudere mensen nodig hebben of zoiets verkopen. Maar op een gegeven moment liepen we met z'n allen het lokaal uit, gewoon weg van school. En toen hadden we het rijk over dat iedereen eigenlijk wel heel graag kleding wilde verkopen. En dat ze dat het meest interessant vonden. En toen kwamen we er uiteindelijk bij wat zou mensen kunnen triggeren om het voor ons product eerder te kopen dan andermans product. Mm-hmm. En toen dachten we, nou, als we nou duurzaam bezig zijn, want dat is nog niet zo heel veel en dat zal toch wel weer meer opgezet moeten worden, dan helpen wij weer de toekomst. En wij zijn een nieuwe generatie, dus wij moeten alles weer beter, maar gewoon de wereld goed houden. En daar kijken we naartoe. Daar komt eigenlijk ook vandaan, New Generation. New Generation en dan? Ja, daar komt de naam. O73. Okay. Daar komt onze naam eigenlijk vandaan, dat we jong zijn, op school zitten nog. En... Ja. Dat we onze leeftijdsgenoten wilden triggeren om ook die kant op te gaan. Ja. Wat hebben jullie ontdekt of wat hebben jullie geleerd over duurzaamheid? Bij ons Fairtrade producten hebben wij de lonen van mensen. Hoe de mensen die de producten maken, alle broeken en zo. Hoe dat, mm-hmm. Die uren die zij daarin steken en wat ze daarvoor betaald krijgen, dat is gewoon niet goed. En ons product wordt gemaakt door mensen die bepaalde uren mogen werken op een dag. En geen kinderarbeid. En ze krijgen echt goed betaald. Dus echt, daar kun je echt heel lang daarvan leven. Zoals bijvoorbeeld in België mensen worden betaald. Ja. Jullie hebben ook een soort slogan. Courage, my friend, it's not too late. Nee, ja. Courage, my friend, it's not too late to build a better world. En waarom hebben jullie voor deze slogan gekozen? Mensen die dan denken van de wereld is toch al zo. Dus dan kunnen we zelf ook in deze flow meegaan en niet meedenken aan al die duurzame dingen. En dan is voor ons echt moed erin houden van wij kunnen met onze generatie het beter maken. Wij leven hierin, dus wij kunnen dit maken zoals wij willen. Een soort activerende slogan. Ja. Oh, mooi. Mooie slogan. Ik wilde als volgende vraag, maar die is misschien dan ligt in het verlengde. Hoe maken jullie je omgeving enthousiast? Er zijn vooral vrienden en familie van ons die ons sowieso in het begin steunen daarmee. Maar wij bedenken ook gewoon wat willen mensen van deze tijd. Want ons product willen we ook niet al te duur maken, zodat wij zelf zijn niet al te rijk, weet je. Mm-hmm. Dat wij het ook gewoon allemaal kunnen betalen. Ja. En dat ze daarmee kunnen vertellen van je kunt hier een duurzaam shirt kopen, denken aan ons milieu, aan onze toekomst. En toch voor jou binnen het bedrag, dat je het gewoon fatsoenlijk kan betalen. En nog een product wat wij vooral aan zouden doen. Ja, dus dicht bij jullie, wat jullie zelf zouden willen en wat je ook te besteden hebt. Ja.
vooral dus ook gericht op jullie doelgroep? Of ja, het is vooral gericht op onze doelgroep. Ja. Wat zou je nog meer willen weten of leren over duurzaamheid, fair trade? Heb je iets waarvan je denkt, ja, daar bijt ik meer vast, daar ga ik nog onderzoeken? Of? Ja, wat ik net al zei over al die elektrische dingen, auto's en zo. Dat klopt, heb je iets. En ik denk toch wel, vooral omdat natuurlijk wij doen aan mijn kledingmerk, echt meer hoe je kleding echt duurzaam maakt. En wanneer kleding echt, echt duurzaam is, dat zou ik nog wel willen leren. En wat bedoel je met echt, echt? Ja, en niet dat er een label is opgeplakt is van het is duurzaam, maar eigenlijk niet. En wanneer het nou echt niet belast is voor het milieu. Ja, ja. En dat alles omheen ook duurzaam kan zijn. Klopt. Hoe je kleding nou echt duurzaam maakt. De bedrukking, de borduren, de labels die erin zitten, het versturen, waar je het in doet en al dat soort dingen. Want hoe hebben jullie dat nu geregeld? Bij ons, wij halen het zelf op als het bedrukt is. Het wordt ook duurzaam bedrukt bij een bedrijf. Dus wij konden het zeg maar gewoon zelf wel afgeven. Ja. En wij gaan nou binnenkort op zoek naar verpakkingen, duurzame gerecyclede plastic verpakkingen en misschien papieren, om het nog verder op te kunnen sturen. Want dan zie ik ook een mooie golf op. Wat betekent die golf voor jullie? Wij wilden vooral de goede kant van de natuur laten zien. Dus niet de vervuiling in de zee, maar de mooie kant van de zee. Ik zal hem anders even laten zien. Ja, kijk, van hoe wij het willen hebben. Dit is de trui dan, met de golf op de achterkant. Mm-hmm. Zo verteld. En hier jullie logo daarin. Ja, precies. Ja. Ja. En hier op de voorkant. We hebben ook een logo staan. We hebben hem ook echt navy blue gekozen. Dat vonden wij zelf al een hele mooie kleur. En aan de voorkant is, net als de shirtjes, is gewoon ons logootje eigenlijk. En misschien willen we ook ooit nog een andere soort logootje erop zetten. Als nieuwe ideeën en veranderingen. En misschien specials tussen gooien. Dus verschillende kleuren en dingen erop zetten. Ideeën genoeg. En, ja, genoeg ideeën. We hebben nog zo verschrikkelijk veel ideeën wat we allemaal willen doen. Maar we moeten even nog klein beginnen. Ja. Klinkt bruisend. Ja. Waar kunnen ze jullie vinden? Op Facebook of Instagram? Op Instagram kun je ons vinden. Okay. Op New Generation 073. Okay. New Generation 073. Dus kijkers. Zo, Tine. Ja? De rijst is klaar. En de caponata is klaar. Dus die gaan we even... Heerlijk. Gaan we een mooie bord opmaken. Dan gaan we het even een beetje mooi maken natuurlijk. Dus we maken even een rondje van het rijst. Ik heb een zoetzuur gemaakt, ook van komkommer. Ja. Dus als ik direct de rijst klaar heb, als jij er dan direct wat komkommertjes bij legt. Prima. Zo. Dat is één. En dan maken we er nog eentje. En dan mag jij het zoetzuur bij doen. Oké. En dit was komkommer met? Daar zit appelazijn bij en honing. Daar zitten wat zaadjes van de venkel bij. En wat peper en zout. Oké. En dan wordt het een zoetzuur komkommertje? Ja, een pikkeltje noemen ze dat. Oké. Ik heb hem een tijdje in die klem gezet en dan krijgt hij een lekker smaakje van. En dan hier onze caponata. Onze linzenschotel. Hij dampt lekker. Alsjeblieft. Dank je. Nou, dit ruikt helemaal heerlijk. Dat ruikt heerlijk, hè? Jammer dat je dat niet kunt op de camera niet proeft, hè? Alsjeblieft. Dankjewel. Ik zou zeggen... Verwende gasten. Nou, dan begin ik met degene die het hardst hebben gewerkt met snijden. Dan zal ik ook nog weer plaats nemen. Ja, dat doe maar. Nou, het ziet er heerlijk uit. Jullie hebben keurig gesneden en gewerkt. Ja, het ziet er heel goed uit. Ja, en het ruikt ook... Het ruikt echt lekker. Ja, ja, dat was hij. Ja. Ja. En fair trade. Nou, en dat. Vegetarisch. En vegetarisch. Dubbel op. Ja, tas toe. Zullen we eerst eens gaan proeven? Ja. We gaan even een toetje maken. Ja. Ik heb een zoetzuur gemaakt van bramen.
met wat kruiden erin. Dus die mag je hier wat in doen. Ja. Daarnaast heb ik vanmiddag een heel stel valappels. Heb ik een lekkere appelmoes van gemaakt. Inclusief de schil. He, dat is allemaal extra vezels die we hebben. En appels zijn heel goed voor je darmflora. En daarna kom ik even met een beetje wild. Want ik ben natuurlijk wildplukker. Hè? Ja. Ik heb citroenmelisse, venkel, roomse kervel en een munt erin zitten. Dus nou, daar doen we er even wat overheen. En dat wordt ons toetje. Ik zou zeggen smakelijk. Nou, dank je. En het ruikt, de kruiden ruiken. De kruiden ruiken lekker, hè? Dat is de venkel die ruikt. Ik heb toetje. Alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel. En van jou ook een toetje. Dankjewel. Smakelijk. Dankjewel. Het is niet zo heel zoet. Het smaakt tenminste heerlijk. Nou gaan we dit proeven. Nou, smakelijk. Dankjewel. Dankjewel. En voor jullie tot de volgende smack.